op dat het licht voldoende is. Dit is een stukje historie. Ja, die sticker die heb ik er vanmiddag opgeplakt. Dit is de Raspberry Pi, waarmee ik letterlijk alle Daily Minutes uitzendingen gedaan heb. En nu komt er een kat. Het is vandaag 2 december 2018. Hij is tot vanmiddag aangesloten geweest. Toen heb ik hem uitgeschakeld. Hij heeft al die tijd heeft hij het gedaan. Ruim 4 jaar Daily Minutes uitzendingen en ook de wekelijkse uitzendingen. Volgens mij had ik hem daarvoor al in gebruik voor de wekelijkse uitzendingen, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Raspberry Pi van de eerste generatie. Ik weet niet of het te horen is, maar Roderickje is het er duidelijk niet mee eens. Die heb ik eventjes buiten gezet. deze Raspberry Pi die heeft dus alle, met ditzelfde kaartje ook, alle Daily Minutes uitzendingen verzorgd. En alle uitzendingen op PI3 UTR. Wonderbaarlijk. Wie had 10 jaar geleden gedacht dat computers zo klein konden zijn en tegelijk zo krachtig. En dit soort dingen zouden kunnen. Hè? Het programma wat erop draaide is Remote TRX. Dat is onderdeel van SVX-Link. Ik gebruik dat zelf ook voor mijn externe ontvangers van PI3 XDV. Maar deze Raspberry Pi dus. En het audiokabeltje zit er nog aan. Hè? Zo werd hij doorgekoppeld. Hier komt het geluid van de Raspberry uit. En dit is een USB-stick met een audio-interface. En hier is de line-ingang. Ja, dat is het hele ding, behalve de adapter. Er zit nog een lichtnetadapter op. Ding gebruikt 2,2 watt, als ik me niet vergis. Ik deed de uitzending voor beide repeaters erop. Heel kort in het begin heb ik de Daily Minutes ook nog op 2 repeaters gedaan. Even omdat dat een goed idee leek. Maar het was natuurlijk niet zo'n goed idee om beide repeaters daarmee te bezetten met zo'n uitzending. En dan gaat Martine, die gaat krabben. Ik hoop niet dat dat storend is in het geluid. Maar ja, hiermee komt dus een stukje historie ten einde. Voor mijzelf zeker. En ja, eigenlijk is het wel een beroemde Raspberry waar heel veel mensen naar geluisterd hebben. Ik sta nog steeds te kijken dat het mogelijk is met zo'n ding. Hij zat met deze 2 stripjes op een oude computer die ik nog aan mijn bureau heb hangen. De computer gebruik ik vooral om wat op te zetten. Want dat doet het volgens mij niet meer. Hoewel het best nog wel zou kunnen dat dat wel zo is. Maar ik gebruik de bovenkant vooral om dingen op te zetten. En daar zat hij dus met dubbelzijdig plakband op vastgeplakt al die tijd. Ja, de Raspberry Pi 2B is het. Hè? Met een kaartje van, ik dacht, 4 gigabyte er nog in. Volgens mij werken ze daar nu niet meer op. Hè? Nou, ik weet niet of het hoor is, maar Roderick die gaat tamelijk tekeer. Die denkt, er is een feestje. En daar wil ik bij zijn. Oké. Okay.